Bedankt voor de aankoop van uw elektrische fiets. De bediening van de motorsysteem hebben we aparte video's van gemaakt. Hè. Kan je ook terugvinden op het YouTube-kanaal, omdat er verschillende boordcomputers zijn. Dus kijk dat ook zeker hè, voor het ingebruikname van de fiets. In het eerste deel gaan we het versnellingssysteem bespreken. Dus de meest verkochte versnellingssystemen zijn 4 variaties die hebben wij. De eerste is de Enviolo, mechanisch. Is handbediend, dus het klein stukje in de handvat kan je mee draaien. Dan zie je, het mannetje gaat bergop of het gaat vlakker staan. Dus als het mannetje vlakker staat, heb je een grotere versnelling. Hè, moet je zwaarder trappen. Draai je tegen de hand in, gaat het mannetje bergop. En dat is hij om bergop te rijden of een kleine versnelling te nemen. Het systeem zelf mag je bedienen stilstaand of trappend. Als je trappend doet, wel best wel de kracht wegnemen van de pedalen. Dan voel je ook dat het beter gaat. En dan de tweede variatie hierin, in de Enviolo, is dat je die ook automatisch kunt krijgen. Er staat hier niks op en dan gaat hem volledig automatisch schakelen. En de regeling gebeurt dan ook via de boordcomputer van de Bosch. En daar hebben we ook die aparte video van. Dat is de Intuvia H-Sync op de YouTube-kanaal Wieleke. Het versnellingssysteem zelf zit achteraan in het wiel. Dat is voor de automaat en de mechanische identiek. Dus dat is straploos, is onderhoudsvrij, moet geen olie vervangen worden. En de aandrijving gebeurt door een ketting of door een riem. En waarbij de riem dan onderhoudsvrij is en die moet je niet gaan smeren. Variant nummer 3 is de rolloversnelling. En die wordt elektrisch bediend. Dat zijn 14 stappen. Dus echt 14, van 1 tot 14 schakelmomenten. En die bedien je door een plus of een min, waarbij de plus een grotere versnelling is. 3. En dan geeft het ook aan op display. Hou je de knop ingedrukt, gaat er direct 3 versnellingen tegelijk. En dit ook weer hetzelfde voor af te schakelen om te gaan klimmen. Per versnelling of inhouden, 3 versnellingen tegelijk. Roloff is ook voorzien van een startversnelling. Dat wil zeggen, dat is een versnelling waar hij automatisch gaat terugschakelen op het moment dat hij stilstaat en dat er geen kracht wordt gezet op de pedalen. Dus fiets staat enkele seconden stil, je stopt. En dan gaat hij teruggaan naar die startversnelling. En die zit er speciaal in om gemakkelijker terug te vertrekken en minder verbruik te hebben van de batterij. En dan moet je zelf terug opschakelen. Dat versnellingssysteem zit ook achteraan in het wiel. Hier moet wel de olie vervangen worden. Is om de 5000 of 10.000 kilometer, afhankelijk in welke omstandigheden de fiets gebruikt wordt. Voor mountainbike is dat sowieso 5000 kilometer, stadfiets 10.000 kilometer. De aandrijving gebeurt dan ook door een ketting of eventueel door een riem die ook weer onderhoudsvrij is. Variant 4. Voor de iets sportievere e-bike is de derailleurversnelling. Die bediening gebeurt dan ook mechanisch, is duwen voor een kleinere versnelling en trekken voor een grotere versnelling. Hierbij moet je wel opletten, mag je enkel bedienen terwijl je aan het rijden bent. Dus stilstaand mag je niet schakelen. En dat versnellingssysteem, ja, dat is wel gekend. Dat is gewoon ketting en tandwielen. 9, 10, 11 of zelfs tegenwoordig 12 versnellingen. Maar er is dan ook wel een beetje onderhoud aan. En dat zijn de 4 varianten van versnellingssystemen. De batterijen. Er zijn 3 varianten van batterijen, afhankelijk waarmee uw fiets is uitgerust. We hebben de pakdrager-accu, de frame-accu en de powertube-accu die in het frame zit. Het principe van laden is hetzelfde van alle 3. Het kan rechtstreeks op de fiets opgeladen worden. Of je kan afzonderlijk de batterijen er gaan uithalen en apart opladen. Als je een combinatie hebt van 2 batterijen, dan is wel het voordeel, als je op de fiets oplaadt, gaat hem direct de 2 batterijen opladen. Als je ze eruit neemt, in principe is het altijd hetzelfde met de sleutel van het slot of een aparte sleutel. Sleutel losdraaien, batterij eruit klikken en uitnemen. Kan je ook rechtstreeks op de accu gaan opladen, is op het aansluitcontact. Dus voor alle 3 batterijen hetzelfde. Hè. Onderaan, waar dat een connectie maakt met de fiets, daar kan je ook gaan opladen. Tijdens het opladen zal je zien dat die lampjes aan de zijkant van de batterij gaan oplichten. Als ze helemaal alle 5 branden, is ze volledig opgeladen en zal dat uitgeschakeld worden. Kan je gaan checken van is mijn batterij vol, druk je eventjes en dan zie je dat deze voor 40% geladen is. Dus 5 lampjes is 100%. De lader zelf, simpel, gewoon 1
kabel om in het stopcontact te steken en de andere gaat in de accu. Hetzelfde voor de bagagedrager accu, hetzelfde. Dus ook weer op de connector achteraan. Wel checken als je ze insteekt. Goed controleren, hè? Dat is voor alle drie batterijen hetzelfde, dat ze zeker gelokt zitten, dat ze niet onderweg er kunnen uitschuiven. De PowerTube accu. Kan je ook uitnemen, dat is een beetje specialer. Dat is de interne accu. De sleutel draaien, valt eventjes naar beneden, moet je het veiligheidsklepje loslaten, indrukken. En dan komt de batterij eruit. Ook weer hetzelfde, op dezelfde plaats opladen. Er staat ook weer een knop op, hè, om eventueel de batterij gaan te checken. Dus deze is volledig opgeladen. Dus je kan rechtstreeks op de batterij opladen of op de fiets. Insteken. De kant van de stekker moet er altijd eerst in. Dus die steken we erin. Goed aansluiten. En dan de sleutel verdraaien. En zien dat ze goed geklikt is en het slot eruit halen. Het laden op de fiets zelf. Altijd een luikje om eventueel de stekker gewoon in te steken. Stekker insteken en dan weer stopcontact in. En dan zie je bovenaan op het display de indicatie van de lading, hoe ver dat staat. Dat is voor de frame accu. De bagagedrager accu, daar zit de oplaadstekker aan de zijkant. De batterijen laden. Hè. Zoals we daar straks gezegd hebben, kunnen op de fiets of van de fiets halen. Maar best doe je dit op kamertemperatuur. Je moet denken het uiterste een beetje vermijden. Te koud, te warm, te leeg, te vol is allemaal niet goed voor een batterij. Dus laat dan de batterij op kamertemperatuur. En best doen een dag voordat je gaat fietsen. De beste bewaarcapaciteit voor een batterij is 60%. Dus als je een week of twee maanden niet gaat fietsen, leg de batterij weg op 60%. Ofwel laat je ze bij of rijd je ze even leeg tot 50-60%. En zo kan je ze het beste bewaren. Zo gaat ook de batterij het langste meegaan. De eerste keren moet je ze ook niet volledig leegrijden. De eerste drie keren leegrijden, dat is allemaal niet nodig. Je mag direct constant beginnen gaan bij te laden. Maar wel rekening houden met hetgeen dat we net hebben gezegd. Bekijk ook zeker onze video batterijtips op ons YouTube-kanaal Wieleke. Daar gaan we nog dieper in op de batterijen. De meeste e-bikes hebben een veringssysteem die wij verkopen. En dan hebben we daar drie varianten ook weer in. Ofwel hebben we een vering die mechanisch geregeld wordt. Gewoon een mechanische regelknop. Waar je de spanning kan van bijregelen. En dan soms ook nog aan de rechterkant een knop waar je de vering kan mee blokkeren. Dus als je die naar voren draait, heb je geen vering meer. Draai je hem rechtsom. Heb je terug vering. Variant nummer 2 is een luchtdrukvering. Dus die kan je met een speciaal pompje gaan regelen. Laten we direct zien bij de volgende variant. Niet met de compressor doen, hè. Zeker opletten, het speciaal pompje. En aan de rechterkant zit er ook de lockout om eventueel de vering gaan vast te zetten. Maar bij deze is het dan een aparte hendel die je dan kan los of vastzetten. Dus nu veert ze, het apart hendeltje staat ze vast. Afhankelijk van waarmee uw fiets is uitgerust. Variant 3 van vering. Ook weer rechterkant weer om vast te zetten, lockout. Dus vering geblokkeerd, linksom, ze veert terug. Ook weer luchtdrukvering. Hè. Linkerkant kan je ook weer het kapje wegnemen. Ik laat hier even zien. Voor de regel te doen voor de veringen. Dat is eigenlijk voor al de drie veringen identiek hetzelfde. Dus het principe van de vering is eigenlijk dat ze 1/5 van de slag moet ingaan onder eigen gewicht. Dus hier zit nu een rubberen ring op, dat is gemakkelijk om dat te gaan checken. We schuiven die naar beneden. Dan gaan we zelf eens op de fiets zitten. Niet doordrukken, want dan gaat de ring automatisch naar boven. Gewoon onder eigen gewicht er gaan opzetten. En dan mag die ring 1 centimeter tot 2 centimeter moet die ingaan. Dus hier mag de druk nu iets lager zijn. Dus tussen de 1 en 2 centimeter moet die ingaan. Dus kunnen we het pompje erop draaien en gaan checken hoeveel druk dat erin zit. Dus ik ga het nog eens zeggen, geen compressor gebruiken, het speciaal veringspompje.
Dus hier zit nu 8 bar in. Ik ga er een klein beetje druk aflaten. Iets te veel aflaten. Kan ik ook laten zien op de pompen terug. Zit nu op 7 bar. En dan zeker niet vergeten dat de kapje er terug op dat ventiel proper blijft. Dan zie je dat hij 2 centimeter in gaat. Dus tussen de centimeter en 2 centimeter onder eigen gewicht. Sommige vorken hebben ook een rebound instelling. Die zit meestal aan de rechterkant van de vork, onderaan. En dan nog verdoken. Meestal ook aangeduid met een rode knop. Dus als je die tegen de klok indraait, dan zet je open en krijg je een andere terugslag van de vering. Rebound is de uitgaande slag. Dus als we indrukken, zien we dat die snel terugkomt. Nemen we de hele andere kant van de positie van de rebound. We draaien hem helemaal in, helemaal rechtsom. En dan zie je dat de vering een ander gedrag krijgt. Als we nu gaan indrukken, zie je dat die rustiger terugkomt. Dat is nog een extra instelling, maar dat is, bij de meeste vorken is dat niet aanwezig. Maar bij sommige vorken, als je aan de rechterkant onderaan een rode knop ziet, is dat de rebound instelling. Dan de bandendruk. Op elke band staat de bandendruk wel weergegeven. Bij deze band is dat tussen de 2,5 en de 5 bar. Maar een goed advies dat we hier geven, zet nooit niet de maximum druk erin. Want het kan zijn als het heel warm wordt, dat door de warmte de druk nog iets omhoog gaat en dat de band dan kan gaan ploffen. Dus wat moet je dan nemen? Ja, houd er een beetje rekening mee. Als je weet dat je zelf een heel zware persoon bent, ja, dan kan je beter naar 4,5 bar gaan. Ben je een pluimpje, ja, dan is misschien 3 bar ook voldoende. Dus afhankelijk van je eigen gewicht kan je de bandendruk ook een beetje gaan regelen. Maar nooit niet het volledige maximum erop zetten. Snelspanner van de wielen. Daar hebben we ook 2 variaties in. Ofwel hebben we een kliksysteem. De hendel doen we los, dat is bij de 2 varianten hetzelfde. En dan deze draaien we eventjes rechtsom, we drukken rechtsom en dan blijft die binnen zitten. En dan kan je hem eruit schuiven. Terug open klikken is gewoon linksom draaien en dan klikt open en de hendel terug vasttrekken. Je kan wel een klein beetje spanning bijregelen door hem bij te draaien om iets meer spanning te zetten. Maar let er zeker bij op, deze nooit niet volledig losdraaien, want dan maak je hem stuk is hem niet meer te repareren. Is voorzien voor een snelspansysteem. De tweede variant, bij de meeste mensen wel gekend. De eerste was een steekas. Is gewoon standaard van vroeger van de mountainbike en koersfietsen. Ja. Gewoon eventjes losdraaien, ver genoeg omdat er een uitvalrandje aan zit en dan kan je het wiel eruit halen. Wel op checken als je het wiel eruit haalt. Als uw fiets is voorzien van schijfremmen, dus als er zo'n schijf op uw fiets zit en je zou het wiel eruit halen, steek dan zeker een afstandshouder tussen de remblokken als het wiel eruit is. Om te voorkomen dat de remblokken zouden dichtgaan als iemand aan de remhendel knijpt. Want dan krijg je wiel er niet meer in. Dus dat heb je enkel nodig als het wiel eruit is. En ook niet vergeten als je het wiel er ook in steekt dat je het blokje eruit haalt natuurlijk. Als je fiets hebt met een kettingaandrijving, ja, moet die af en toe wel gesmeerd worden. Het product dat wij daar zelf voor gebruiken is de squirt, de wax. Dus dat gaat de ketting ook mooi proper houden, trekt ook geen vuil aan. En die moet je gaan indruppelen. Doe dit niet bovenaan op de tandwielen, maar onderaan waar de ketting vrij ligt. Je gaat gewoon de stappen, de schakels af. Je draait dan weer eventjes verder. Tot je helemaal de ketting rond bent. Laat dat product een paar uur intrekken of desnoods de dag nadien. Wrijf je nog eens met een klein beetje squirt in. En nog eens buitenkant, alles mooi droog. Want het smeerproduct moet tussen de schakels zitten in de buitenkant. Want dat trekt alleen maar vuil aan. En zo heb je een ketting die perfect gesmeerd is. Gebruik zeker geen Teflon spray. Want dan is het risico, zeker als je schijfremmen hebt, dat de olie op de schijven komt. En dan ga je de remblokken stuk maken en ook de schijf op langere termijn. Wat je dan wel regelmatig kan doen, als je een fiets hebt met een schijfremsysteem. Dus als je ziet dat er op uw fiets in het wiel zo'n schijf zit, heb je een schijfremsysteem. Is af en toe om de x 100 kilometer de schijven gaan zuiver maken. En dat doen we met een brake cleaner. Enkel met een brake cleaner.
niet met andere poetsproducten. Of als je de fiets gepoetst hebt met een polish en de schijven zijn toevallig daarmee geraakt, best altijd met de brake cleaner de schijven proper maken. En sowieso mag je dat om de paar honderd kilometer die schijven gaan zuiver maken. Deze schijf is nog zo goed als helemaal zuiver, omdat dat praktisch een nieuwe fiets is. Dus, en dan ook weer de schijf helemaal rondgaan, totdat er geen vuil meer afkomt en dan zijn ze perfect ontvet. Wat kan er eventueel gebeuren met de fiets als er een foutmelding zou opkomen? Het kan zijn als je de fiets opzet terwijl je al op de fiets zit en kracht zit op de pedalen en gaat dan het systeem inschakelen, krijg je een foutmelding. Dus best, schakel eerst de fiets in en ga dan pas op de fiets zitten. Nog een probleem, als er een foutmelding zou komen, gebeurt nog eens dat het magneetje in het wiel zou verdraaien. Dus als dat magneetje zo staat, dat kan gebeuren door de standaard te bedienen, want de meeste standaard staan achteraan op de fiets bij de Bosch e-bikes. Dus als dat magneetje verdraait, dus krijg je een foutmelding. Dus check zeker dat het zo staat. En dan ten opzichte van de sensor die op het linkerkant van de fiets staat achteraan, dat het magneetje voorbij het Bosch logo komt. Dus deze positie is perfect. Moest er op het scherm een melding komen van service, moet je niet gaan panikeren. Dat wil gewoon zeggen dat de fiets moet binnenkomen voor een onderhoud. Hiervoor kan je een afspraak maken, eventueel telefonisch, en dan kan je er misschien wel op wachten. Dan naar onderhoud toe van de fiets. Ja, nooit met de hoge drukreiniger reinigen. Als je de fiets gaat reinigen met water, neem de batterij eruit, dat zeker de stroom eraf is. Doe dat gewoon met een zopje met water. Ook niet de tuinslang, gewoon op nevelstand zetten, daar kan hij tegen. En dan kan je hem gemakkelijk gaan reinigen. Alles goed laten opdrogen voordat je batterij er terug insteekt. Als je de fiets gaat transporteren op de fietsendrager, altijd de batterij eruit nemen en die in de wagen leggen. Leg die batterij ook in de wagen in een doos, zodat die ook niet heen en weer kan geslingerd worden, want het is toch een duur stuk. En als de fiets dan op de fietsdrager staat en je zou eventueel een heel lange rit maken en het zou regenen, trek dan iets over de motor. Er zijn speciale hoesjes voor om over de motor te trekken. Dat is niet om voor te zorgen dat de motor volledig waterdicht is, maar gewoon om nevel te breken. Wat krijg je als je de fiets op de fietsdrager zet? Je rijdt 120 per uur, het regent. Achter de wagen worden de regendruppels worden nevel. Je rijdt tegen 120 per uur, krijgt onderdruk achter de wagen en je zuigt eigenlijk het water in de motor in. Dus die speciale beschermhoesjes die zorgen er gewoon voor dat de nevel terug water wordt en dat het water niet kan indringen. Dus voor de rest in de regen rijden met de fiets is geen probleem. De fiets is daarvoor gemaakt. Het is waterdicht, maar natuurlijk op de wagen krijgen we een ander effect. Dan krijg je een beetje het effect van de hoge drukreiniger. Dus ik hoop dat u heel veel plezier zal hebben met de fiets. Moest er een probleem zijn, horen we het graag. Als je fiets hebt met een kettingaandrijving, ja, moet die af en toe wel gesmeerd worden. Het product dat wij daar zelf voor gebruiken is de squirt, de wax. Dus dat gaat de ketting ook mooi proper houden, trekt ook geen vuil aan. En die moet je gaan indruppelen. Doe dit niet bovenaan op de tandwielen, maar onderaan waar de ketting vrij ligt. Je gaat gewoon de stappen, de schakels af. Je draait dan weer eventjes verder. Tot je helemaal de ketting rond bent. Laat dat product een paar uur intrekken, of desnoods de dag nadien. Wrijf je nog eens met een klein beetje squirt in. En nog eens buitenkant, alles mooi droog. Want het smeerproduct moet tussen de schakels zitten in de buitenkant, want dat trekt alleen maar vuil aan. En zo heb je een ketting die perfect gesmeerd is. Gebruik zeker geen Teflon spray, want dan is het risico, zeker als je schijfremmen hebt, dat de olie op de schijven komt. En dan ga je de remblokken stuk maken en ook de schijf op langere termijn. Wat je dan wel regelmatig kan doen als je een fiets hebt met een schijfremsysteem. Dus als je ziet dat er op uw fiets in het wiel zo'n schijf zit, heb je een schijfremsysteem. Is af en toe om de x 100 kilometer de schijven gaan zuiver maken. En dat doen we met een brake cleaner. Enkel met een brake cleaner. Niet met andere poetsproducten. Of als je de fiets gepoetst hebt met een polish en de schijven zijn toevallig daarmee geraakt, best altijd met de brake cleaner de schijven proper maken. En sowieso mag je dat om de paar honderd kilometer die schijven gaan zuiver maken. Deze schijf is nog zo goed als helemaal zuiver, omdat dat praktisch een nieuwe fiets is. Dus, en dan ook weer de schijf helemaal rondgaan, totdat er geen vuil meer afkomt en dan zijn ze perfect ontvet.